Afdeling Openbaar Vervoer OWTNC voert verhoogde controles uit. De afdeling Openbaar Vervoer OV van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is gestart met een verhoogde buscontrole te Hanaslust. Deze controles, die op donderdag 28 februari 2019 zijn gestart, worden onder leiding van Clifton Amoida, waarnemend onderdirecteur transport, uitgevoerd. Dit project is een pilotproject. Volgens Amoida krijgt het ministerie al geruime tijd klachten vanuit de gemeenschap van Hanaslust dat sommige buschauffeurs zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden. De bussen rijden niet optimaal en de chauffeurs rijden hun route niet af. Anderen verrichten extra diensten buiten de vergunningsvoorwaarden, zoals het vervoeren van schoolkinderen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.